MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Kusha Tsomeli, 1-1 tegen Handelsport. Ben jij tevreden? Gezien de afgelopen wedstrijd, iedereen, ja, de meeste jongens 120 minuten in de benen. 3 wedstrijden in 1 week. Ik denk al met al wel tevreden. Ja. Eerlijk gezegd wel. Ja. En een beetje geluk. Kop jij de overwinning binnen in de laatste minuut? Ja, daar heb je toch wel wat geluk bij nodig. Dan zou het niet geheel verdiend zijn. Ik denk niet dat zij geheel gevaarlijk werden, maar wij ook niet. Maar soms heb je wat geluk nodig. En ook al was het niet geheel verdiend, ik had hem graag erin gekocht. Ja, dat geloof ik graag. Helaas. Ja. Had je het gevoel in de tweede helft, ook bij 1-0 stand nog, van we gaan deze wedstrijd over de streep trekken? Ja, ik weet dat wij een toch wel stugge ploeg zijn. Die gedisciplineerd in een team. Wij zijn gewoon gedisciplineerd. We blijven goed staan, goed in informatie. En het is moeilijk om ons uit te spelen, zeg maar. Dus, daarbij krijgen wij schaarse kansen die wij dan moeten benutten. Ik had wel het idee dat wij die ene over de streep gingen trekken. Alleen moeten we wel iets meer voetbal zelf brengen, vind ik. Waardoor je dan toch wat meer rust hebt en zelf in balbezit wat beter moet uitspelen. Ja, want jullie verloren te snel de bal in de tweede helft. Ja. Ik vond dat in de loop van de eerste helft al een beetje gebeuren na die 1-0. En we slijpen toch denk ik iets in de ploeg waardoor je, bij iedereen, hè, dan betrek ik mezelf ook erbij, waardoor je toch verkeerde keuzes maakt, te snel de diepte kiest. Waar je toch wat rust kan houden en de ploeg even op adem kan brengen. Waardoor wij ook misschien een goede aanval kunnen creëren. Alleen, al met al ben ik gewoon blij. Dus hoef niet te veel in details te treden over de wedstrijd. Ja. Hoezeer zaten die 120 minuten van afgelopen dinsdag nog in de benen bij jullie? Ik denk toch wel zwaar bij sommige jongens. Ik heb geen 120 minuten gespeeld. Dus bij mij viel het iets meer mee, denk ik. Maar ja, dat is logisch. Als jij daarvoor meegerekend dat je vrijdag ook al een wedstrijd hebt gespeeld. Vrijdag volgens mij, toch? Ja, dus vrijdag ook al een wedstrijd hebt gespeeld. Dinsdag 120 minuten heb gespeeld. Nu weer 90 minuten goed in discipline heb gespeeld. Dus ik ben gewoon trots. Trots op het team. En het resultaat kan natuurlijk, had natuurlijk mooier gekund. Ja. Even nog over je eigen rol, want je speelt nu een paar wedstrijden mee in het team. Zit je er lekker in? Hoe kijk je daarnaar? Ik vind zelf persoonlijk nog niet, maar dat komt omdat ik de lat voor mezelf gewoon heel hoog leg. En, ik weet wat ik kan en ik weet wat ik kan brengen. En ik vind op dit moment dat ik niet genoeg breng. Dat is heel kritisch, dat weet ik. Maar dat is wel hoe ik ernaar kijk en ik moet gewoon veel meer eisen en brengen van mezelf. Wat ga je nog meer brengen dan? Ik denk dat ik in balbezit heel veel kan brengen, heel veel kan toevoegen. En daar waar ik vandaag dus toch wel ook verkeerde keuzes maak aan de bal en meega. Terwijl ik juist degene ben die toch wat rust heeft en toch wat toch dominant kan zijn aan de bal. Verkeerde beslissingen, verkeerde passes. Maar ik wil niet al te negatief zijn hoor, maar dat is gewoon omdat ik zelf kritisch ben. Klaar. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.